Zomeroffensief tegen woninginbraken, Wilhelminabrug dicht tot eind augustus en 280 deelnemers tijdens 42e editie avonddriedaagse Zoeterwoude. Welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. Een inbraak in je woning, je moet er niet aan denken. Toch gebeurt het nog regelmatig. Tijd voor de politie Wassenaar om een publieksactie te houden. In de Langstraat stonden vorige week donderdag agenten en handhavers om voorlichting te geven. Andere agenten gingen op pad om openstaande deuren en ramen te spotten en vervolgens een flyer neer te leggen. In Wassenaar is donderdag een zomeroffensief gehouden. Een grote actie van de politie om het aantal inbraken naar beneden te brengen. En dat is hard nodig. Er zijn hier ook nog steeds woninginbraken en daarom vragen we ook de extra aandacht voor de preventie om het nog meer te laten dalen. Want we willen woningbrekers gewoon niet in Wassenaar zien. En net zoals niet in Wassenaar, maar ook niet in de rest van Nederland. Helaas is Wassenaar natuurlijk wel kwetsbaar. Het boevengilde denkt dat hier toch het nodige te halen valt. En daarom zijn we al een aantal jaren heel intensief bezig om het aantal inbrekers op de huid te zitten, dat tegen te gaan. Maar ook aan de inwoners van Wassenaar de hulp te vragen om juist mee te helpen, om goed ervoor te zorgen dat alles dicht zit. De actie bestond uit twee delen. Een stuk preventie en voorlichting en 's avonds een zogenoemde repressieve actie. Wij staan hier in het middagdeel en in het avonddeel gaan wij inderdaad een repressieve actie houden. Dat wil zeggen dat we met meerdere motoren en voertuigen en collega's verschillende locaties in Wassenaar gaan staan om in ieder geval mensen aan de kant te zetten waar wij van vermoeden dat er mogelijk sprake is van verdacht gedrag of mogelijke woningbrekers. De politie deelt graag tips uit aan inwoners om de kans op een inbraak te verkleinen. Zo kon men ook een risicoscan vragen. De politie bekijkt dan de woning en geeft tips. Nou ja, we hebben wel wat lichtjes opgehangen, maar ik denk dat vooral deze deur maak ik me druk. Wat onder? En wij wonen hier natuurlijk in dit hoekje. Nou ja, dat is het eerste wat mij opvalt. Ik denk van dat zou je denk ik beter anders kunnen doen. Is die ladder weghalen die daar ligt. Ja, die daar, hè? Ja, want dan kunnen ze natuurlijk via de parkeerplaats alsnog hier tegenaan. Naar boven. Ja. En wat we veel zien in Wassenaar is dat ze via de eerste verdieping binnenkomen. Toch via de eerste. En juist niet via een achterdeur of een... Vaak niet aan de voorkant in ieder geval. Nee. Wel aan de achterkant. Ja. En vaak ook via de eerste verdieping. De politie doet dit soort acties vaker. Inbrekers opgelet dus. En voor de inwoners nog een paar tips. Nou, de eerste tip die ik kan geven is in ieder geval, zorg gewoon dat deuren en ramen dicht zijn van de woning. Als je afwezig bent, zorg gewoon ervoor dat je woning geen verlaten indruk achterlaat. Bijvoorbeeld als je op vakantie bent, laat de buren dan eens een keer langskomen. Zorg dat de gordijnen open en dicht gaan. Zorg dat er 's avonds een lampje brandt. Dus zorg gewoon dat die woning er niet verlaten uitziet. Want dan zou een inbreker eerder je huis voorbij lopen dan dat het echt lijkt alsof er niemand is. Woninginbraak is heel vervelend. Dat wil echt niemand dat je dat overkomt en daar kun je zelf ook wat aan doen. En dat betekent dat je ook alert moet zijn op wat je er zelf tegen kan doen. Sluit deuren en ramen, we kennen het allemaal. Maar in de praktijk blijkt dat mensen dat toch niet altijd doen. Maar ook bereid je goed voor op vakantie. Zorg ervoor dat je huis er bewoond uit blijft zien. Dat je iemand hebt die toezicht houdt op je huis. Nou, nu het weer weer beter wordt en de zomer in aantocht is, is het belangrijk om mensen daar bewust op van te maken. En dat wordt vandaag tussen de politie en onze handhavers gedaan. Tot eind augustus is een belangrijke verkeersader afgesloten. De Wilhelminabrug aan de Hoge Rijndijk in Leiden krijgt een grote opknapbeurt. Dinsdagmorgen ging de afsluiting in. Bewoners van de Hoge Rijndijk in Leiden hebben de komende maanden het idee dat ze niet midden in de stad wonen. Een enkel keertje komt er een auto, fietser of voetganger voorbij op deze normaal zo ontzettend drukke straat. Reden van de rust, de Wilhelminabrug is dinsdag afgesloten voor een maandenlange renovatie. Al weken is dat aangekondigd en de meeste verkeersdeelnemers zijn op de hoogte. Maar toch niet allemaal. Ja, het is afgesloten ja. Ik ben met de Limesroute bezig. En ik moet deze brug over en dan om de toren heen. Maar nou moet ik daar ergens een brug zien te vinden. Dus ik zie wel. En dan wel een stukje lopen. Is het een stukje lopen naar de volgende brug? Ja, geen kilometers, maar het is ook niet 100 meter. Nou ja, op 270 kilometer maakt dat niet uit, toch? De brug uit 1966 is hard aan onderhoud toe.
Bruggen moeten elke 15 jaar aangepakt worden. Woensdag wordt de brug in zijn geheel weggehaald en worden elektra, verf en het asfalt vernieuwd. De brug gaat per boot naar een loods voor de werkzaamheden. Zacharias van Hetzelfde, woonachtig aan de Hoge Rijndijk, heeft de voorloper van de huidige brug nog bestuurd. En die kwamen dus hier naar die brug en dan mochten wij dus, omdat ja, je op een gegeven moment doe je wat kennissen op. En dan was er dus dan, ja hoor, blijf hier maar staan. En dan ging de brug links en rechts open. En dan konden die boten erdoor. Dus ja, het was allemaal dus wel handwerk, om zo te zeggen. Ja, het was wel druk op de knop. Maar je kon het makkelijk zien. En dat heeft u nog gedaan? Die knop niet. Ja, toen op het laatste beetje, toen zei ze, druk maar op die knop en dan gaat het goed, weet je wel. De vorige brug, die uit 1919, was eigenlijk een dubbele brug. In 1964 werd het wegdek verbreed en bleef een enkelvoudige ophaalbrug over. Dat brugdek moest in 1987 ook weer vervangen worden. En nu, in 2022, opnieuw. Verkeer wordt deze zomer omgeleid. Automobilisten via de Lammenschansweg, A4 en de Willem van der Madeweg, of andersom natuurlijk. Fietsers en voetgangers kunnen via de Julius Caesarbrug even verderop. De brug is tot 29 augustus afgesloten. Ik denk dat er veel scootmobielen in de schuur staan die amper gebruikt worden. Dat zegt een van de deelnemers aan de jaarlijkse scootmobieldag in Leiderdorp. Om de angst voor het apparaat weg te nemen en de gebruikers er handiger mee te maken, heeft de gemeente de scootmobieldag georganiseerd. In Leiderdorp was woensdagmiddag de jaarlijkse scootmobieldag. Scootmobielrijders kunnen hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Rond de Scheppingskerk bij de Zandhorst was een parcours ingericht. Maar het is niet het enige. Dus aan de ene kant gaat het om instructie. Hoe ga je om met je scootmobiel? Wat zijn ook alweer de regels op een scootmobiel? Er wordt gecheckt, is hij nog goed? De banden worden even opgepompt. Als er kleine gebreken zijn, worden die verholpen. Er wordt een gehoortest gedaan. En daarna gaan ze met z'n allen op tour om te ontdekken dat je met een scootmobiel eigenlijk veel meer kan dan alleen maar heen en weer naar de supermarkt of de apotheek. Dat is belangrijk, hè, die vrijheid? Ja, tuurlijk. Dat is uiteindelijk waarom we het natuurlijk doen. Hè. Het is een hele mooie investering, maar het is natuurlijk, het zijn zaken die best wel wat geld kosten, best wel wat organisatie kosten, ook bijvoorbeeld in waar laad je die zaken. En dat is natuurlijk heel mooi voor die mensen zelf ook te maximaliseren wat ze daarmee kunnen. Ja, om de mensen een beetje de deur uit te krijgen, denk ik. He, dus er zitten toch heel veel mensen. Ik denk dat er heel veel scootmobielen in de schuur staan die amper gebruikt worden. Ja, dat weet ik niet. Ja, niet durven of eng toch. Ik denk dat de begeleiding, als ze net een nieuwe scootmobiel hebben, dat die hier en daar nog wel een steekje laat vallen, denk ik. Het ziet er makkelijk uit, rijden op een scootmobiel. Echter is het toch een compleet andere ervaring. Zeker bij de bijzondere manoeuvres. Ja, want dat doe je niet zo vaak. Zoals hals over kop stoppen. Dat kan natuurlijk wel eens voorkomen, maar ik heb het nog niet zo meegemaakt. En dan merk ik dat ik te hard rijd. Als ik te hard rijd, dat ik niet zo snel kan stoppen. Als dat ik denk. Het is ook een stuk inzicht. Ja. Ja, inderdaad. Naast de praktijk was er ook tijd voor theorie. Wie heeft er nou waar voorrang bijvoorbeeld? Dan worden heel veel fouten gemaakt hoor. Mensen denken van, alles is gepermitteerd als je op zo'n ding rijdt. Maar zo werkt het niet natuurlijk. En ik zou ook maar stoppen als een auto niet stopt, zou ik toch jij maar stoppen. Want anders lig je er mooi onder. De wethouder wilde ook wel eens proberen hoe zo'n ding rijdt. Ik heb hem overeind gehouden, dus dat is altijd wel weer prettig. Het is best wel eventjes wennen, want ze trekken best wel snel op. En ze hebben een heel kort hendeltje waarmee je gas geeft. Maar als je die een klein beetje loslaat, gaat hij ook remmen. Dus je moet heel goed dat punt vinden. Als je wat langzamer wil rijden, dat je niet opeens vol in de ankers gaat. Nou, hij maakte wel 3 keer een foutje. Ja, en ja, hij nam de pion mee. Dat is niet handig natuurlijk. Als dat een fietser zou zijn, dan lig je met z'n tweeën op de grond, hè? Ja. Dus, maar goed, ja, als je er nog nooit op gezeten hebt, dan is dat best lastig, toch? Na 2 jaar afwezigheid is het weer zover. De avond wandelt 3-daagse Zoeterwoude. 280 deelnemers lopen op woensdag, donderdag en vrijdag een tocht van 3 of 5 kilometer door het Zoeterwoudse polderlandschap.
Dit jaar is de 42e editie van deze Zoeterwoudse traditie. De avond driedaagse Zoeterwoude is weer begonnen. Woensdagavond was de aftrap van deze 42e editie bij voetbalvereniging SJZ. Vanaf daar konden de wandelaars een rondje van 3 of 5 kilometer maken door de Zoeterwoudse polders. Ja, dus het is echt helemaal geweldig om dit weer te mogen organiseren. Het is inderdaad 2 jaar hebben we het niet mogen doen. En het is toch wel weer leuk dat we nu weer los kunnen. Het staat ervan te kijken dat er echt zoveel mensen nog na 2 jaar ons toch weer weten te vinden. Ook de avonddriedaagse is dus terug van weg geweest. Door de pandemie is het evenement echter nog niet in oorspronkelijke staat. Zo was er dit jaar geen officieel startschot en kon er dit jaar geen 10 kilometer gelopen worden. Nou, wij hebben dit jaar voor gekozen om na het instarten, het inschrijven direct te starten met lopen. En niet samen te klitten en te wachten op een start zijn. De 10 hebben we helaas dit jaar laten vervallen. Omdat er toch organisatorisch heel veel werk is. En we echt absoluut niet wisten hoe dat dit jaar zou gaan lopen. Dus we hebben voor dit jaar gekozen om de 10 kilometer te laten vallen. En hopen we volgend jaar weer te organiseren. Ja, dat zouden we natuurlijk heel graag willen. Het is zo ontzettend mooi om door de Zoeterwoudse polders heen te lopen. En dat is toch eigenlijk de 10 kilometer. Dan kom je net dat beetje verder, waardoor je net wat meer ziet en het eigenlijk wat meer beleeft. Hoewel de start niet zo groot was als voorgaande jaren, hebben de wandelaars het wel naar hun zin gehad op de eerste dag. Wat vinden jullie zo leuk aan de avond, driedaagse? Gewoon wandelen. Nou, het is gewoon superleuk om een rondje te lopen door de polder. Lekker conditie opbouwen en gewoon met de mensen om me heen. Het Zoeterwoudse landschap, dat is gewoon al een feestje om daar doorheen te lopen. En dan met je vriendin lekker kletsen. Dan die 5 kilometer was zo voorbij. Vrijdag is de finish, waarbij de stoet van wandelaars onder leiding van Jonka en G vanaf het dorpsplein naar SJZ loopt. Daar worden dan de medailles uitgereikt. Donderdag was op de parkeerplaats van het gemeentekantoor van Wassenaar de roadshow ondermijning. Hier konden alle Wassenaarse gemeenteambtenaren en raadsleden verspreid over de dag meedoen aan verschillende activiteiten en binnenkijken bij nagemaakte vormen van ondermijnende criminaliteit. Zo leren de ambtenaren meer over ondermijning en hoe zij het bijvoorbeeld kunnen herkennen. Ambtenaren van de gemeente Wassenaar konden donderdag een hennepkwekerij en een drugslab van dichtbij bekijken. Geen echte, deze waren onderdeel van de roadshow ondermijning die te vinden was op het parkeerterrein van het gemeentekantoor. Op deze manier moet ondermijning meer onder de aandacht komen in Wassenaar. Beginnend bij de gemeente. We hebben 2 escape rooms. Eentje gaat over cybercash. We hebben een escape room die gaat over crystal meth. We hebben een hennepcontainer staan waar je een kijkje kan komen nemen. Er worden workshops gegeven voor arbeidsuitbuiting. Er is een quiz over totale ondermijning. En we hebben een ondermijningsbus waarin je de verschillende drugs kan komen ruiken. Deze meeste dingen die ik nu heb opgenoemd, dat is al strafbaar gesteld in strafrecht. Dus dat is eigenlijk niet het ondermijnende, maar het faciliteren in het uitvoeren van deze activiteiten, dat is ondermijning. Door mee te doen aan de verschillende activiteiten die de roadshow te bieden had, leren de ambtenaren meer over ondermijning en hoe ze het bijvoorbeeld kunnen herkennen. Ik heb er wel wat van geleerd, ja. Zo? Dat je goed op moet letten. Goed om je heen moet kijken en geen tunnelvisie hebben. Nou, bijvoorbeeld wat ik net hoorde over de aanpak van crossshops, dat die ook verboden zijn. En dat men ook steeds meer het materieel om bijvoorbeeld een hennepkwekerij te kunnen starten, dat men daar ook bovenop zit. Volgens de burgemeester is het belangrijk dat de Wassenaarse ambtenaren meer leren over dit onderwerp. Nou, we hebben wel een scan gedaan en we moeten niet naïef zijn. Ondermijning komt in alle gemeentes voor, dus ook in de gemeente Wassenaar. En dat is de reden waarom wij ook een actief ondermijningsbeleid voeren sinds een tijdje. De gemeenteraad heeft ook gezegd van tegen mij als burgemeester van wij steunen je volop. We hebben ook nu een ondermijningsregisseur en we zijn met onze partners, politie, maar ook het Openbaar Ministerie en ook de Belastingsdienst echt heel actief bezig om signalen waar wij denken dat er toch sprake is van criminele activiteiten aan te pakken. Dat proberen we dus echt vorm te geven, want ja, wij willen dat criminaliteit hier niet kan lonen. En je moet daar niet naïef in zijn. En Wassenaar is zich dus op dat gebied echt aan het wapenen. Met deze roadshow wordt de kennis van de ambtenaren verbreed. Maar het tegengaan van ondermijning gaat verder dan alleen de ambtenaren. Nou, er is al heel veel te vinden op het nieuws en YouTube en over ondermijning. Ook hoe je het zou kunnen herkennen. En als we een melding hebben, denken we, nou, dit is super interessant. Ja, meld het aan Misdaad Anoniem. En dan komt hij vanzelf bij mij terecht. Als het in de gemeente Wassenaar is. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we:
D66 Leiden wil een proef met gratis zonnebrandcrème op openbare plekken. In Wassenaar gebeurt dit al. Vind jij dat jouw gemeente dit gratis aan moet bieden? Ja, dat is een slimme zet. Tegen huidkanker vindt het merendeel, namelijk 60%. En de overige 40% vindt dit geen taak voor de gemeente. Ook aankomende week hebben we weer een nieuwe poll. En wat die poll is, zie je nu. Unity.nu luistert ook naar jou. Geef je mening over zaken uit de regio. Deze week. Wassenaar wil een dorpsmuseum. Zou jij een museum over jouw woonplaats bezoeken? Laat het ons weten via Unity.nu. De uitkomst zie je in het Unity.nu weekoverzicht en natuurlijk online op Unity.nu. Wil jij meestemmen op de poll? Dat kan. Ga dan naar onze website Unity.nu en breng je stem uit. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een hele fijne dag!